Het hart klopt. Maar ja, klopt het ook goed? Cardioloog Wissam Jissai is cardioloog bij de MC-groep in Lelystad en kan daar antwoord op geven. En om het hart goed te kunnen onderzoeken, beschikt hij tegenwoordig over een CT-scan voor het hart. En daar gaan we het vanmiddag ook een beetje over hebben. Wissam, welkom. Welkom, uh, luisteraars en iedereen die luistert naar deze prachtige, mooie dag. Nou, ja. Word je een beetje vrolijk van die dag? Nee, ik word uh, erg blij van zo'n dag. Um, het is een, uh, met de warmte, dan uh, leef ik inderdaad op. Ja, dan gaat je hart ook sneller knoppen. Ja, van vreugde. Ja, ja. Nou, ik wil het even over het hart hebben. Um, ja, hoe hoort een hart eigenlijk te kloppen? Heeft dat altijd een vast ritme? Of hoe, hoe, heeft iedereen hetzelfde hartslag? Nee, gelukkig niet. Iedereen is uniek. En uh, het hart reageert op uh, wat ons lichaam en gevoelens vragen. Dus als we natuurlijk slapen, dan is de hartslag rustiger... En als we gaan rennen en joggen en zijn we in stress of een beetje boos of juist misschien verliefd, dan hart, het gaat het hart ook sneller kloppen en dan reageert op wat het lichaam nodig heeft. Dus daarom spreken wij van marges. Hè, dan zeggen we boven de zestig, um, onder de honderd. Slagen per minuut is dat. Slagen per minuut. En dat is wat de normale marge. Maar je ziet het ook bij jonge sportieve mensen dat ze in rust een hartslag van 40 hebben. Oh, Dat is 50. bijna of je in, de, in een soort uh, winterslaap hebt dan. Een soort winterslaap, dat is het namelijk niet zo. Maar uh, de getrainde uh, jonge uh, sportievelingen um, is hun hart ook heel goed getraind. Dus dan heeft hij heel weinig. Nodig om te werken. om hetzelfde te bewerkstelligen. Ja. Maar, maar dat betekent dus dat er heel veel verschillen dus kunnen optreden. Wanneer is er nou echt iets aan de hand. dat jij als cardioloog. Uh, in actie moet komen? Ja, nou. wij gaan op de klachten van de patiënten. Dus wij behandelen namelijk. de getallen niet. Wij behandelen de patiënten. Dus een hartslag maakt niks uit? Nou, ligt eraan. In mm. welke context zie je dat? Bijvoorbeeld de patiënten die komen. met hartkloppingen. die op en af. Uh, komt en de vrij onregelmatig en snel, en met name hè, de patiënten die ouder dan 60 jaar, en naarmate je ouder wordt, hoe vaker bepaalde ritmestoornissen voorkomen, dan gaan we zeker kijken. En dat heeft aanvullend onderzoek nodig. En we beginnen simpelweg met praten met de patiënten en luisteren naar het hart. En daarna maken we een hartfilmpje. Ja, laten we het nog even hebben over ja, als je hartpatiënt bent. Ja. Als je altijd van die lijstjes hebt van waar mensen vaak aan lijden, waar diabetes bijvoorbeeld op staat. En zo, dan staat er ook vaak hart- en vaatziekten. Is het als je het aan je hart hebt dat je het ook automatisch dan aan je vaten hebt? Je Niet bloedvaten? altijd dat geval. Um, voor mij is het zo: het hart echt een heel bijzonder orgaan. En uh, ik vind het hart echt fantastisch. Het is uh, een pomp. Die pompt uh, bloed, maar ook het is namelijk een spier en de spier wordt voorzien van bloed door um, bloedvaten. Maar het hart ook, die heeft elektriciteit nodig om te kloppen. Dus dan heb je ook zenuwbanen, elektriciteitskabels. Een soort accu is het. Nou, laten we zeggen, nou de hersenen en onze centrale zenuwstelsel um, is de centrale. En de bekabeling gaat naar het hart. Om het hart te instrueren. Om het sneller of langzamer te kloppen. Dus aan al die componenten. kan iets misgaan. Ja. En kijken we expliciet daar naartoe. Ja, wat voor soort onderzoeken doe je? Want je zei net al: hartfilmpje. Ja. Wat voor meer onderzoek? Want je doet dan ook iets wel waarschijnlijk. gewoon even gewoon luisteren met de stethoscoop. Juist. Maar wat doe je nog meer voor onderzoek? Nou, heel mooi dat je dat hebt gezegd over de stethoscoop. Die geeft ons een richting. Uh, alleen, uh, wij zoeken voor een, uh, een onderzoeken die nog gevoeliger zijn dan de stethoscoop, wat kan variëren van de ene naar een andere dokter. Dus wij gebruiken vaak het echocardiogram, dat is een onderzoek met geluidsgolven, om een initiële inschatting te maken van de pompfunctie van het hart. Ja, dat is, daar krijg je zo'n uh, uitdraai met zo'n hartslag erop, dat je dat kan zien. Dat is inderdaad het ECG, dat had het Ja. Dan zie je de uitslagen en dan kunnen we ook kijken wat voor bijvoorbeeld wat dat voor ritmestoornissen het is, of niet, maar dan voor de pompfunctie van het hart en de kleppen, dan hebben we een ander onderzoek nodig. En dat is het echocardiogram. Maar er is dus ook iets nieuws, hè? Want dat is eigenlijk ook de reden dat je hier zit. Het, Juist. De CT-scan. Die hebben jullie nog niet zo heel lang. Nee. Um, waar is die dan weer voor? Nou, CT-scan is een prachtig manier om naar de kransdagaderen van het hart te kijken. Want dat kan met al die andere uh, mogelijkheden niet? Nee, indirect kunnen we dat zien naarmate na, uh, van de functie van het hart. He, dat, doen we, de, 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 dat doen we nog steeds met een fietstest, beter gezegd fietsergometrie. Alleen de gevoeligheid daarvan. Dus laat je de patiënt laat je fietsen en dan kijk je wat er vervolgens met het precies, hart gebeurt. Precies, met het hartfilmpje. Maar de gevoeligheid daarvan is sterk afhankelijk van de klachten van de patiënt. En bij vrouwen is het minder gevoelig dan bij mannen. Soms eindigen wij met een niet veelzeggend uitslag. Hm. Dus die fietstest is eigenlijk niet uh, helemaal ideaal. Daar zorgt u een alternatief voor, moet je het zo zien? Voor de specifieke vraagstelling van de pijn op de borst: ja. komt het van de kransslagaderen of niet? Is het niet altijd het juiste middel. Nee. Want de gevoeligheid daarvan is veel lager dan de CT-scan. En de CT-scan, nou, die passen jullie dus nu toe? Die werd eerder al in andere ziekenhuizen toegepast? Ja, in de academie uh, natuurlijk zeker. In de grote uh, ziekenhuizen, of de grote perifere ziekenhuizen zoals Zwolle, um, OVG en, um, uh, en Alkmaar. Maar zeker in de academie. De oude situatie was dat wij gemiddeld de 300 patiënten per jaar uh, naar Amsterdam moesten sturen voor ja. dat onderzoek. Moet je ook voorstellen dat de patiënt uh, moet naar Amsterdam toe rijden, uh, die zijn dagdelen kwijt, uh, parkeren. En het is. Um Neemt heel veel tijd in beslag. Ja, nu kan het gewoon in Lelystad. Zeker. Het is even wat anders dan een stethoscoop tegen je borst. Je kunt tegenwoordig zelfs een CT-scan laten maken van je hart. En cardioloog Wissam Yesai is nog steeds bij ons in de studio om over dit onderzoek te vertellen. Ja, Wissam, je vertelde net al dat je dan uh, op een wat dieper niveau in het hart kan kijken door zo'n CT-scan. Maar hoe werkt dat nou precies? Ja, de CT-scan eigenlijk uh, maken we een computerfoto van de kranslagaderen van het hart met de CT-scan en kunnen we namelijk hele dunne plakken van maken en kunnen we de aderen tot een diameter van onder de millimeter in kaart brengen en kunnen we juist in dat vat ook kijken of het vat vernauwd is of aan de buitenkant kalkstapeling is en ook kunnen we soms gollesollestapeling zien geen kalk maar gollesollestapeling dat is vet in help? je bloed is ja. dat hè vet. Een soort vet vet die inderdaad in de bloed maar slechte vetten, de LDL, anders men noemt de LDL, die gaat zich langzamerhand stapelen in de vaatwand. En dat kan op den duur inderdaad. Vernauwingen veroorzaken. Maar jij kunt helemaal specifiek zien of het dan om kalk gaat of ja. om, om dat ldl -cholesterol. Of Ja, precies, of een combinatie van de twee. Maar dat zie je aan de vorm of zo in die 3D-computeranimatie. Uh, nou, wij kunnen door het vat heen, door dat 2 mm diameter, daar kunnen we doorheen kijken, namelijk. En zien we aan de wand hoe uh, de kalk zich gaat stapelen, dan is het wittig, dan zien we dat wittig. Of bijvoorbeeld cholesterol, de dus slechte cholesterol, en zien we het meer grijsig. Of zien we een belt van een combinatie van de twee. Want vaak begint het met de slechte cholesterolstapeling. Daarna het lichaam zegt: Zo hoort het niet. Dan komt wat kalk op, en daarna op den duur wordt het of helemaal kalk, of een combinatie van de twee. Maar je kan dus heel gedetailleerd naar binnen kijken. Wij kunnen. Super gedetailleerd. Dat lijkt me best wel wat jij zei, ze pas in het eerste deel van het gesprek. Ik heb een fascinatie voor. Het lijkt ja. me best wel uh, sensationeel, eigenlijk. Ja, het is het, is het ook zo. Um, het is niet al te oude kennis. Want uh, we moesten allemaal leren um, overal in de wereld: hoe gaan we nou mee om met de CT-scan? Vergis je niet, uh, het hart is het moeilijkste om te fotograferen. Je kan heel Waarom? mooi Duitse kruis fotograferen. Uh, uh, als de cruiser vragen om een bepaalde uh, soort uh, model te staan... Maar niet haar hart. Maar Daphne Schippers is het veel moeilijker, omdat die rent. Dan heb je een andere soort camera. Dan heb je een camera die heel snel open en dicht gaat... en die kan precies dat moment dat Daphne Schippers... over de finishlijn uh, gaat met een hoge snelheid... En op die manier moeten we denken naar het hart. Ja, zo vergelijk je het. Maar dat met de CT-scan kun je wel die snelheid van het hart meten? Of dat is juist heel moeilijk? Nou, dat is nou het fijne van. De uitdaging is om het hart langzamer te laten kloppen. Moeten ze dan hun adem inhouden? Nou, dat is een deel daarvan. Maar geven we vaak voor de patiënten die beta-blokkers. dat is een medicijn die onder andere het hart kan vertragen. kunnen we die aan de patiënten toedienen? Uh, sommige patiënten gebruiken al beta-blokkers. Dus voor ons is het geen probleem. Dan nemen we op de dag van, uh, uh, van komst... geven we extra, ligt eraan aan de hartslag. En als dat onvoldoende is... dan kunnen we ook extra toedienen via de bloedbaan. Maar word je daar duizelig van? of zo? Want als ineens de snelheid van je hart verandert... dan voel je je natuurlijk een beetje naar. Nou, Dat is een hele goede vraag van jou. Nou, wij screenen alle patiënten op de polykliniek... Dan doen we een echo, een hartverlimpje. En dan weten we van tevoren. dat de risico heel, heel erg klein bij deze patiënten. om nadelige effecten van te krijgen. Want anders doen, beginnen jullie er niet aan. Nee, anders doen we dat niet. Dus dan hebben we de selectie van de patiënten. dat is namelijk uh, het halve werk. Maar dat betekent dus dat niet iedereen hem kan krijgen. Nee, dat is een, ook een hele goede opmerking van jouw <laughs> nou, kant. bedankt. Dus daarom hebben we een selectie. En de selectie gaat om hoe hoog is de kans dat wij krontslagaderverkalking gaan vinden? En dan kunnen we dat berekenen met de module. En als regel houden we boven ongeveer de 15% en onder de 50%. Dus die risicogroep, zeg maar, talkundig, dan is het middelmatig of een laag risico mm -hmm. bij een patiënt. Die gescreend zijn en op de echo zien we een goed knijpend hart. En geen andere gekke dingen. Hè. Um, die patiënten komen in aanmerking voor. Bijvoorbeeld, te oude patiënt. Of, sorry voor de benoeming. Voor de maar qua kalenderleeftijd ouder dan 60. Ja, dan moeten we even gaan nadenken welke onderzoek beter is. Hm. Heb je zelf al zonder die CT-scan gelegen voor je, om je hart te laten bekijken? Nee. Nee, dat, dat niet, omdat uh, het is een onderzoek met straling. Dus dan uh, gaan we heel erg voorzichtig mee om. Ik heb wel ja, je ct... moet dit niet voor je lol gaan doen, bedoel je nee, 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 en doen we dat niet zomaar voor de screening. Dat doen we voor de patiënten met een duidelijke indicatie en klachten. Ja, laten we nog even dan... Uh, je moet liggen waarschijnlijk in een apparaat. Ja. Uh, dan uh, maakt dat ding heel veel herrie. Nou, um, niet heel veel. Maar uh, het grappige is van de CT's... Dat op het moment dat hij gaat werken, dan maakt een geluid alsof een, zo'n een vliegtuigje gaat opstijgen. Um, als regel, de herrie van de CT is veel minder dan de herrie op de MRI-kamer. Ja, ja. Dus dat valt wel. Ja, en, en krijg je dan aanwijzingen van iemand die in een andere ruimte zit? Hoe, hoe gaat dat? Ja, nou, de kunst is om de patiënten voor te bereiden, en dat begint namelijk op de polykliniek. Dus de cardioloog vertelt de patiënt: wat gaan we nou doen? We hebben ook een formulier bedacht van een checklist: dat we allemaal precies hetzelfde doen bij iedere patiënt en informatie voor de patiënt. Komt de patiënt op de dag van de opname, zijn dagopname, wordt hij ontvangen door één verpleegkundige. En die gaat hem weer vertellen wat gaat gebeuren op die dag. Dus je hoef je niet nerveus te maken over allerlei onverwachte dingen dan. Nee, want um, de nervositeit dat kan je nooit uithalen, namelijk. Maar dat doen we zoveel mogelijk. En we hebben met elkaar afgesproken dat één verplekkundige dat doet op de afdeling. Hè, dat ze wennen aan de stem. En ook één CT-laborant doet het op de CT-kamer. Die gaat de patiënten ook vertellen. Bijvoorbeeld, wat gaan we doen? Wanneer komt de contrastvloeistof via de uh, bloedbaan? En hoe zou de patiënt zich voelen op dat moment? En wanneer de adem wordt ingehouden en dergelijke. Door één stem. We hebben alle elektronische en mechanische stemmen uitgehaald. Ja, heel bewust. Ja. Heeft, heeft deze introductie van deze CT-scan nu uh, je werk makkelijker gemaakt? Nou, verrijkt. verrijkt. En ook um, moet je denken van de patiëntenkant en de huisartsenkant. Komt een patiënt bij ons met een nieuwe klacht van pijn op de borst? Komt het van het hart of komt het niet van het hart? Dat is nou de vraagstelling. En met de fietstest, soms en soms vaker bij vrouwen dan bij mannen, blijven we in twijfel. En met de CT-scan kunnen we dat uitsluiten. Want als we geen ik zien ja. en een normale kransengaderen, kunnen we zeggen: Het komt niet van het hart, de kransengaderen zijn goed. Dat is voor de prognose heel erg goed. Vinden we wel wat, dan kunnen we ook zeggen: het is niet ernstig. Maar dan gaan we ons rechten op de risicofactoren en kunnen we ook die patiënten gerecht behandelen. En vinden we iets heel erg of ernstig of te veel kalk, dan kunnen we meteen ook aanvullende onderzoeken uh, regelen. Ja, dus het schept een hoop duidelijkheid. Juist. Ja. En snel. Volgens mij kunnen we nog een heel uur doorpraten, maar de tijd zit erop. Oh, uh, kom jammer. gewoon een keer terug en dan praten we over het vervolg. Van als er nou uiteindelijk iets uit die CT-scan komt. Hoe je dan verder uh, moet. Uh, ik wil je heel erg bedanken voor je komst naar de studio. Cardioloog Wissam Jessai van de MC-groep. Heel graag gedaan Dit is Flevoland, 24 uur per dag op 89,8.